Nou Kim, gefeliciteerd met je overwinning hier. Eindelijk weer darten in Nederland. Hoe was het om hier met het Nederlandse publiek achter je te mogen spelen? Ik moet eerlijk zijn, ik heb er echt van genoten. Ik was er een beetje bang voor, want ja, ik ben een Belg natuurlijk, in Nederland, maar het publiek was echt fantastisch. Ze hebben me gesteund. Ik had ook gelukkig een paar Belgen die vooraan zaten, dus dat was wel leuk. Maar ik moet zeggen, het was echt fantastisch. Het publiek ging er zo mee in op en dat was nog maar de eerste wedstrijd. Straks komen er nog een paar Nederlanders aan, dus ik denk dat het echt nog echt smullen wordt. Ja, dat denk ik zeker ook. Afgelopen week heb je op de Pro Tour al wat weer mooie dingen laten zien. Was het ook weer vandaag deze wedstrijd waar je eigenlijk boven de 100 gemiddeld constant wist te gooien? Een soort bewijs dat de oude Kim Huibrechts langzaam weer terugkomt hier? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want vormen zijn tijdelijk. Ik heb slechte vormen gehad, die duurden wat langer. Ik heb ook hele goede vormen gehad, die zijn dan vaak korter. Maar ik geniet weer van het spelletje, ik geniet weer van gewoon dart spelen. Ik speel zonder zorgen nu momenteel. En dat is heel belangrijk als je eender welke sport doet. Als je geen zorgen hebt, dan gaat alles net iets beter. En momenteel heb ik geen zorgen, dus momenteel speel ik echt goed en ik ben blij. En ja, dan ben je op je beste. Ja, dat is geweldig om te horen. Als we even terug naar de wedstrijd kijken. De vijfde leg was heel belangrijk. Toen pak je een break. Meteen daarna wel een pauze. Hoe ga je daarmee om? Was het een beetje moeilijk om weer jezelf in dat ritme terug te zetten waar je die break pakte? Of? Ja, pauzes kunnen twee kanten op gaan, hè. Of je bent in dat momentum en je pauze wordt genomen en je bent gebroken eigenlijk. Dus je bent uit dat momentum. Of je bent mentaal even op een slechte plek en je hebt die pauze dan. Dus je kan je weer even herbronnen. En bij mij, ik miste dus die zes pijlen voor twee en voor te komen. Dus ik was er toch wel mee bezig. Dus die pauze kwam voor mij wel op een goed moment. En gelukkig ben ik daarna ook gewoon verder gegaan. Dus ik mag niet klagen over de pauze. Volgende wedstrijd tegen Peter Wright. Ga je weer knallen daar in die wedstrijd? Ja, ik ga gewoon zoals nu, zonder zorgen. Ik had niks gepland deze week. Ik heb gewoon gezegd, we zien wel wat er komt en we gaan gewoon knallen. En volgende wedstrijd net van hetzelfde. Ik ben tot niks verplicht. Peter Wright is de topfavoriet. Is de man die hier een van de finalisten zou moeten zijn. Dus ik heb niks te verliezen.